Nou, lieve mensen, even iets ter overdenking. Ik heb het al heel vaak gezegd en veel eerder, en daar gaat het niet om. Goh, ik zal maar eens op mijn borst staan. Ik heb het al vaker gezegd. Nee, mensen, weet u waarom u nu met z'n allen in de shit zit? En de mensen die nog niet in de shit zitten, dat die binnenkort ook in de shit zitten? Dat komt maar door één ding. En dat is de tomeloze, mateloze, verschrikkelijke privatisering die ingezet is in in 1995, hoogtij vierend, door de enige echte fantastische politieke partij in Nederland die het beste voor heeft met u allemaal, lieve mensen. Echt, u werkelijk, ze hebben alles gedaan om het u naar uw zin te maken, want zij hadden in hun motto was privatiseren, privatiseren, kostendekkend bij derden onderbrengen. Dus dat betekent, de politiek heeft de wind laten draaien naar het privatiseren. Dus alles wat van u en mij, van ons was, en daarmee alles van waarde, wat wij met z'n allen in Nederland bezaten. En nou schreef ik weer, ik ben daar heel blij. Ja, mijn blaadje ligt lekker in het zonnetje en ik zit even in mijn autootje. Privatiseren, kostendekkend bij derden onderbrengen. Nou, die derden, dat waren dus allemaal vrienden, bekenden van de eerdere lui die het allemaal beheerden. Maar die er een zootje van hebben gemaakt, van al dat gemeenschappelijk bezit. De huizen die de overheid bezat, hè, gemeentelijk woningbezit. De energievoorziening, dus eigenlijk alle nutsbedrijven. De zorginstellingen, noem ze maar op, in welke vorm dan ook. Het openbaar vervoer, in welke vorm, bus, tram, trein, metro, alles. Uiteraard is de metro later gekomen, maar nou, alhoewel, die was het natuurlijk ook al. Maar het was allemaal uw eigendom. En omdat er bepaalde categorie mensen in Nederland is die het voor u moet besteren, die het allemaal goed moet beheren. Nou, het enige wat ze was, beheerden ze het allemaal naar hun eigen zakken. En toen dat een beetje op ging vallen, toen dachten ze, nu moeten we er van af. Want toen had je bijvoorbeeld in Den Haag de artikel 12 status, waaruit bleek dat men in Den Haag er een zootje van had gemaakt. Dat er daadwerkelijk niet één zaak op orde was. En toen hebben ze, in het kader van die artikel 12 status, hebben ze opnieuw helemaal alles uit moeten zoeken en alles op moeten schrijven. De balans kloppend maken. Maar ja, dat deden ze al jarenlang. De balans kloppend maken, dat was list en bedrog, fraude, stelen, bedriegen. Alle notulen, alle vergaderingen werden naderhand door de mensen die het daarvoor het zeggen. Ze noemen het ook wel eens de vierde macht of de vijfde macht. Nou, die macht is over. Want het blijkt dus nu ook als gevolg van privatisering. Alles in Nederland is om zeep geholpen. En diezelfde lieden die het om zeep geholpen worden, komen er mee weg. Er wordt er niet één bestraft. Er wordt er niet één op een gegeven moment uit zijn baan gezet. Een paar die het te bont hebben gemaakt, die worden dan het kop van Jut gebruikt. En ik bedoel, met die spuitjes, of weet ik veel, al die dingetjes. En, oh nee, die mondkapjes was het. Maar waar het om gaat, is D66 verantwoordelijk voor de inzet van de ellende in Nederland. Privatiseren, privatiseren, privatiseren. Kostendekkend bij derden onderbrengen. Ja, ik val in herhaling, maar dat komt omdat het bij u door moet dringen. Want kostendekkend bij derden onderbrengen betekent ook bij derden op dezelfde, toch op zijn minst verantwoordelijke wijze, zoals dat in Nederland werd gedaan door alle ambtenaren. En dan heb ik het niet over de schoffelaars, en dan heb ik het niet over de mensen die oplopen te ruimen, maar dan heb ik het over de hoge ambtenaren, de bestuursambtenaren, de leidinggevenden. Die hebben allemaal gefraudeerd. Die hebben er allemaal, hebben ze er een zootje van gemaakt. En daarom moest het weg. Als u mij niet gelooft, gaat u maar googlen bij artikel 12 status van de gemeente Den Haag. Dan kunt u het ook vinden. Vraag het hele rapport maar op en ga dan mensen die het betreft vragen, wat waren de getallen? Die waren allemaal 50% anders. Ze hebben het allemaal opgehoogd
om het allemaal, of naar beneden gezeven, om het op te leuken, zodat niet duidelijk werd dat er gestolen, bedrogen en gesjoemeld is. Maar dat, nogmaals, dat kostendekkend bij derden onderbrengen. Als voorbeeld, woningbouwverenigingen werden opgericht die kochten voor een appel en een ei, kochten ze die huizen. Zo omdat die ambtenaren die waren niet in staat om met die klachten van de buren om te gaan en die verlieten het allemaal. En als er dus gerepareerd werd, dan werden dat torenhoge prijzen gevraagd, want het waren weer vriendjes of bekenden of familie van diezelfde voorgenoemde ambtenaren. Mensen, dit is hoe Nederland om zeep is geholpen. Ik weet nog heel goed dat meneer Dik was lid van D66, president-directeur van de KPN. Of PTT. En toen werd het KPN, noem het allemaal maar op. Maar het kwam wel van de ene zak in de andere zak terecht. En dat waren wel de zakken van de broertjes, de neefjes, de nichtjes, noem het allemaal maar op. En iemand die zegt dat het niet waar is, die heeft, en dat hebben heel veel mensen gezegd in de afgelopen jaren dat ik dat gezegd heb ook, die hebben allemaal in hun eigen zak zitten liegen. Want de domheid in Nederland heeft wel echt bovenaan de lijst van de hele wereld gestaan. Zo intelligent land, zo beschaafd, zo vol mededogen. Ook en de ouderen helemaal, hè, de jongeren, daar interesseert ze natuurlijk helemaal geen ene moer meer. Maar die ouderen, die stonden bekend dat Nederland het meest vrijgevige land van de wereld was. Nederland gaf alles weg. En dan met name de oudjes. Want die hadden allemaal 30 rekeningen waar ze iedere maand of een tientje of 25 gulden gaven. Er waren er ook bij, die hadden het ruim, die hadden goed pensioen. Die gaven honderden guldens. En zelfs in het eurotijdperk honderden euro's werden er weggegeven. En het verdween allemaal in zakken waar het niet voor bestemd was. Nou, even privatisering, even terug bij die woningbouwvereniging, want ik ben ook mijn huis kwijtgeraakt. Ook zo'n hele fijne woningbouwvereniging waar ik in Barendrecht bij zit. Het werd voor een appel en ei aan de vriendjes van de toenmalige wethouders, de raadsleden, noem het allemaal gegeven. En dan werd er heel vaak nog christelijk voor gezegd. En dan was het allemaal fantastisch. Want het zou dan in de goed beheer komen. Nou, dat goed beheer heeft iedereen wel gezien. Als er nu ergens maar ook een huurverhoging doorgevoerd kan worden, zijn het de woningbouwverenigingen die dat ook gelijk doen. En onderhoud, oh nee, moet u niet bij ons zijn. U moet daar en daar zijn. De mensen worden allemaal van het kastje naar de muur gestuurd. En uiteindelijk hebben de mensen het nakijken, want privatiseren was er uiteindelijk voor gericht om het niet bij derden op een beschaafde wijze onder te brengen. Het was wegmoffelen, zodat de heren en dames ambtenaren die de verantwoordelijkheid ervoor hadden, dat die gevrijwaard werden van het gezeur van die vervelende burger. En u heeft het nu gezien, torenhoge kosten, ziekenhuizen kunnen het niet meer, openbaar vervoer rijdt niet meer, de boeren worden lastiggevallen. Want dat is natuurlijk ook, want de boeren die konden ze niet privatiseren. Dus nu moeten ze opgeruimd worden. Want dan kan het dadelijk weer geprivatiseerd worden. Dan wordt het kostendekkend bij een of andere multinational ondergebracht. En dan heb je hele keurige perceeltjes, aardappeltje, groenteveldje. Maar ook niet, want dat kan niet meer. Want dan moeten dus huizen worden gebouwd. Nou, die huizen kunnen niet worden gebouwd. Omdat diezelfde ambtenaren het al die jaren hebben tegengehouden met oneigenlijke ideeën. Want die wilden natuurlijk ook hun steekpenningen hebben. En zeg nou niet dat het niet waar is, bewijzend en over. Overal. Gemeentelijke woningbezot. Dat werd verkocht. Zelfs nog een paar jaar geleden zijn er voorbeelden in gemeentes in Nederland. €50.000 voor een stuk grond. Het is een half jaar later is het voor geloof ik anderhalf of 2 ton is het verkocht. Zou men dat nou echt niet geweten hebben? Kom op. Het is het meest corrupte land van de wereld. Er is nog maar één ding. Dat is dat het nu eens tijd wordt dat iedereen die te maken heeft gehad met malversaties, ellende, voortvloeien uit operationeel of semi-operationeel wat er met de overheid te maken heeft, allemaal nou eens een keer eisen dat dit weggaat. Dat er, of het nou beter is, is allemaal tot daar aan toe. Maar wel dat er op een gegeven moment een nieuwe regering komt die een afspiegeling is. En niet een regering die een afspiegeling is van het World Economic Forum. Maar een regering die het afspiegeling is van de Nederlandse maatschappij. Voor zover je nog over Nederlandse maatschappij kan spreken.
Want wij Nederlanders zouden het voor het zeggen moeten hebben. En niet externe buitenlanders. En dan heb ik het helemaal niet over immigranten. Maar over mensen uit andere landen die bepalen wat hier in Nederland gebeurt. En uiteraard is het Nederland een topje die het voor het buitenland ook weer bepaalt. Maar we moeten en moeten is rot. Het zou het mooiste zijn als we met z'n allen nu eens een keertje opstaan. En ik weet, het wordt gezegd, maar met z'n alle. En dat betekent zonder schelden, zonder vloeken, maar wel één stem. En die ene stem kan niet blijkbaar gehoord worden. Die moet ondergeschoft worden. Die moet weggemoffeld worden. Want we mogen niet weten waar het om gaat. Dames en heren, nogmaals voor het laatst, dat wordt veel te lang. Privatiseren. Ik heb het destijds in 95, 98 heb ik het gezegd. De dood in de pot. Toen stond er een positief bedrag op ieder Nederlands hoofd. En nu staat er een negatief bedrag op ieder Nederlands hoofd. Want we hebben het uitverkocht. Er is geld voor gekomen. En het geld staat niet in verhouding wat die derde, waar het kostendekkend werd ondergebracht, hebben verdiend. Tot op de dag van vandaag. Nou, ik stop er maar mee. Anders wordt het veel te lang. Dan heeft u geen tijd om er naar te kijken.